Hartelijk welkom allemaal op deze ochtend, deze bijzondere ochtend voor velen hier vanmorgen aanwezig. Graag had ik de warmte en de zon van gisteren vandaag ook gehad. Maar zoals ik vanmorgen om me heen kijk, dan is de warmte die u met z'n allen met zich meebrengt eigenlijk veel belangrijker dan die van gisteren en de zon. Vandaag regent het een beetje en het regent ook hier. Dat zult u in de loop van de ochtend wel merken. Veel vrijwilligers maken deze samenleving, ook hier in Bokstel. Dat zal vanmorgen blijken uit al de verdiensten die een aantal mensen die een koninklijke onderscheiding krijgen, hebben gedaan. Veel zaken die te maken hebben met hulp voor verenigingen, instellingen, andere mensen. En op die wijze zorgen we er met elkaar voor dat we een gemeenschap hebben die waard is om in te leven. En om mensen die daar speciaal de afgelopen periode belangrijk zijn geweest, die eren we vanochtend met een koninklijke onderscheiding. Het is ook een bijzonder jaar omdat het de laatste keer is dat ik kan zeggen dat Hare Majesteit heeft behaagd. Na vele jaren moeten wij afscheid nemen van koningin Beatrix. We hebben wat dat betreft een buitengewoon plezierige periode met haar beleefd. Iedereen kan dat de afgelopen jaren ook herkennen. En ik denk dat Willem-Alexander heel goed voorbereid is op zijn nieuwe taak. Vandaar dat ik vanaf dinsdag mag zeggen, het heeft zijn koninklijke hoogheid behaagd en zijn majesteit. Ik heb nog even nagekeken of majesteit ook mannelijk en vrouwelijk is. Dat is het geval. Dus ik kan gewoon zijn majesteit zeggen. Het is een bijzondere dag voor u allen, maar vooral voor degenen die hier in de eerste kring zitten. Want 26 april staat vandaag in het teken van lintjesregen. In alle Nederlandse gemeenten wordt op dit moment de koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Ik hoorde het al toen ik hierheen reed vanmorgen onderweg, dat er zo links en rechts al gevallen waren. Voor sommigen van u een verrassing, of min of meer een verrassing. Sommigen zitten hier perplex, anderen vooral in spanning. Maar laat die spanning van u afglijden. Ga gemakkelijk zitten en geniet van hetgene wat over u komt vanmorgen. Ik begin met het uitreiken van de onderscheiding en noem dan eerst degene die in aanmerking daarvoor komen. En aan het eind van elke persoon zal ik de onderscheiding uitreiken. En dat betekent dat ik graag als eerste Wim van Erp wil toespreken. Hartelijk welkom Wim en ook juffrouw Dini. Wim, we ontmoeten elkaar zeer regelmatig vanwege je raadslidmaatschap en ook als lid van het presidium. Je bent al sinds 1985 actief in de lokale politiek. Bijna 30 jaar. Daarnaast was en ben je ook op meerdere bestuurlijke vlakken actief. Wel op verschillende terreinen van de samenleving. En die wil ik graag hier voor iedereen aanwezig benoemen. Van 1976 tot 1997 was je voorzitter en vanaf 1997 tot 2002 van de Raad van Toezicht van de Rabobank Liende, respectievelijk Bokstel Liende. Van 1979 tot heden was je van maart 1993 tot 2002 penningmeester en vicevoorzitter van de stichting Kerk Liempt. Binnen deze heemkundige en vanaf 2012 nam je het vicevoorzitterschap weer op. Thans ben je ook op oproepbasis beschikbaar voor het organiseren van rondwandelingen in Liemde. En ik hoor dat heel veel mensen daarvan genieten. 1980 tot heden ben je lector in de parochie Sint-Jans Onthoofding Liemde. Je verzorgt de lezingen en voorbeden in de heilige missen, in het weekend en tijdens feestdagen. In 1978 bestond de parochie 375 jaar. Groot feest voor de parochianen. En dat heb jij mede opgezet, dat werd toen enorm gewaardeerd. Ook nu weer ben je penningmeester en lid van de evenementencommissie Liemd zet de juiste toon. De opzet is om de inwoners bij de kerk te betrekken door activiteiten te organiseren die dan weer een bijdrage aan de restauratie van het kerkorgel opleveren. En vanaf 1985 was je actief in de lokale politiek. Van 85 tot 90 lid van het plaatselijke CDA-bestuur. Van 1987 tot 1990 lid van het regiobestuur en plaatsvervangend lid van de partijraad van het CDA.
Van 1990 tot 1996 pakte je zelf het raadslidmaatschap weer op als fractievoorzitter van CDA in de gemeenteraad van Liemde. Van 96 tot 98 secretaris-penningmeester van het plaatselijke bestuur van het CDA. Heb je toen intensief ingezet voor de fusie met de afdeling Bokstol. Van 96 tot 98 was je lid van de dorpsraad Liemde. En van 98 tot 2002 lid van de commissie VMS in de gemeenteraad. Van 2002 tot 2010 was je wethouder en eerste loco in deze gemeente Bokstol. Van 2010 tot heden ben je voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Liemde, een afdeling met maar liefst 430 leden. Ook ben je sinds 2012 lid van het algemeen bestuur van KBO Brabant. 2010 tot heden ben je lid van de CDA bestuursvereniging Noord-Brabant en van daaruit lid van het dagelijks bestuur van het CDA Noord-Brabant en consulent van het Steenkamp Instituut Brabant, opleidingsinstituut vanuit het CDA. En tot slot, ik maak je daar het meeste mee, van 2010 tot heden, raadslid van de gemeente Bokstol. Is dat alles, zult u zeggen? Heel veel. Nee. Want daarnaast was je ook actief als lid van diverse jongerenorganisaties, onder meer op het terrein van jongerenwelzijn, politiek, onderwijs en cultuur. Al die activiteiten heb je kunnen uitvoeren onder de thuisfront en met name je vrouw Dine hier erin ondersteunen. Dine, bedankt daarvoor. Je verrichtte sinds 1976 bestuurlijke activiteiten voor de samenleving op het terrein van bankwezen, heemkunde, kerkelijk leven, politiek en ouderenwelzijn. Je hebt je geruime tijd voor de samenleving ingespannen en je hebt anderen gestimuleerd. Wimmert heeft Hare Majesteit de Koningin, ik mag het nog één keer zeggen, behaagd om jou dan ook te benoemen tot lid in de Orde van de Oranje Nassau. Ik wil jou en je vrouw Tini vragen om te gaan staan, dan kan ik de versierslops wel. Ik ga het hiervoor. Harry van Hees. Harry, als ik carnaval zeg, dan weet jij, Harry van Hees, dat ik jou ga toespreken. Welkom Harry en Sjaan, jouw vrouw. Harry heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van carnavalsvereniging De Achterblijvers in 1957. Dat was nog eens een heel andere tijd. Niet te vergelijken met nu. Als penningmeester haalde je de contributie nog thuis op bij de leden, om maar iets te noemen. Maar na zoveel jaren later is veel veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. Jij was actief, al die jaren. Ik kreeg dan ook het koninklijk besluit nummer 12.00.22.41 binnen, waar de volgende verdiensten in vermeld staan. In het ver verleden, nog voor 57, was je vrijwilliger bij de wederopbouw van woningen in een wijk in de gemeente Beest-Tricht die na een windhoogst verwoest waren. Van 1957 tot nu ben je medeoprichter, penningmeester, meer dan 25 jaar en achtereenvolgens secretaris van de carnavalsvereniging De Achterblijvers. Alles uiteraard ruim een half jaar, 56 jaar. Je verrichtte diverse hand- en spandiensten, waaronder het bouwen van de praalwagens bijvoorbeeld. Ik was bij de binnenhalen van de bouwlocaties en Harry van Hees. En je geeft ook adviezen aan de Stichting Openbaar Carnaval. En die kunnen jouw adviezen prima gebruiken. Zo ben je ook een van de animators achter de deelname aan de carnavalsoptocht De Grote in de Trek. En daar genieten dan weer heel veel mensen in dit dorp van om naar te kijken. En daarnaast nog een aantal andere dingen buiten de carnaval.
van 1960 ongeveer tot heden vrijwilliger bij de Rooms-Katholieke Sportvereniging RKSV Bokstel, waar je van alles en nog wat doet. Dat heet dan hand- en spandiensten, maar zonder dat kan mensen daar in zo'n vereniging niet. Je was van 1979 tot heden medeoprichter van en vrijwilliger bij de Blaaskapel de Duktang Band. Ook daar verrichtte je de zogenaamde hand- en spandiensten. En van 1987 tot heden vrijwilliger bij de Gildenbondsharmonie. En ook daar kunnen ze jou eigenlijk niet missen. Harry, uit de opzomming van je verdiensten blijkt dat je een echte organisator en iemand bent die aanpakt, die hard werkt en voor datgene waar hij mee bezig is enorm veel waardering moet ontvangen. Mensen als jij zijn hard nodig voor de verenigingen. Zonder mensen als jij kunnen die verenigingen niet bestaan. Het is ook niet vreemd dat je door hen juist bent voorgedragen en Hare Majesteit de Koningin heeft het behaagd en een positief besluit genomen. Ik ga je direct de versierselen opspelden, die horen bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Maar ook voor je vrouw Sjaan, jij krijgt voor mij de bloemen, want jij was altijd heel betrokken bij je activiteiten. Proficiat en kom hier graag voor mij staan. Dat kan het goed op de camera. Oh ja, ja. Ja, we zijn dus een televisie in maandag. Ja, maar je wil hem toch graag op. Ja. Ja, dank u. Proficiat. Zo, proficiat. En de bloemen. Dan luisteren we naar de muziek. We zijn gekomen bij Toon Hermes. Als je één lindenaar gelukkig wil maken met een koninklijke onderscheiding, dan zoveel andere lindenaren, dan is het Toon Hermes wel. Toon was in 2006 vrijwilliger van het jaar binnen de gemeente Bokstel en in 2011 werd hij binnen de voetbalvereniging DVG tot vrijwilliger van het jaar benoemd. En dan nu, zo mag je het wel noemen, slagroom op de taart. Van deze echte vrijwilliger. Maar het staat wel iets tegenover en dat wil ik graag aan u allen nog even vertellen. Van 1990 tot 1998 was je keeperstrainer en daarin heb je veel jong talent getraind voor de selectie. Van 1991 tot heden deed je van alles en nog wat binnen de vereniging, de zogenaamde hand- en spandiensten. Ik had het er al over. Je was en bent tevens actief lid als sluitpost van het vaandelteam DVG 1, lid van de onderhoudscommissie en coördinator van de maandagochtendploeg ten behoeve van het onderhoudgebouw en terreinen. Als je wil niet weten, als er een voetbalploegen zijn geweest, als er dan op maandagmorgen allemaal in de kantine en op het veld moet gebeuren om het voor de week erop weer netjes te krijgen. Jij weet dat precies en zorgt daar ook voor. Van 1998 tot heden is je beheerder van de voetbalaccommodatie. En van 2002 werd je ook consul, waarmee je elk weekend bepaalt of de wedstrijden doorgaan vanwege de weersomstandigheden. Daar moet je behoorlijk kennis van zaken hebben en als je iets fout doet, valt wel de hele gemeenschap over je heen. En van 2005 tot heden doe je er ook nog de kantine bij en zorg jij ervoor dat degenen die aan de andere kant van de kantine staan niet al te veel drinken. Van 2010 tot 2011 ben je leider van de verbouwing van de voetbalaccommodatie geweest. En die accommodatie is weer prachtig en een juweeltje geworden, mede dankzij jouw enorme inzet. DVG zit in je bloed, stroomt er doorheen. Je hebt je door alle jaren heen geweldig ingezet voor DVG. Altijd bereid en inzetbaar. Ook bij evenementen kan je nog vragen als verkeersregelaar of parkeerwachter. Maar dat doe je dan ook nog. Je bent een opgewekt man die graag gezien is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hare Majesteit heeft behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Toon en Luus, ik wil jullie beiden bedanken. Want alleen als je deze diensten niet kunnen doen. Je vrouw heeft je daar gelukkig bij gesteund. Ook in tijden dat het met jouw gezondheid, Luus, minder goed ging. Dank daarvoor. Mag ik jullie vragen samen hier voor mij te komen? Sorry. Ja, maar die gaat ook, hij kan niet lopen. Nee, Dolf niet meer. En niet fotograaf hoor. Dolf is altijd gezeten. Ik ben maar eens geweest. Hè. Ja, de hele dag gezeten. Ja, ja. Andere kant doorheen. Dat niet goed, hè? Niet genoeg gehoefd. Ik heb altijd gehad. Heel proficiat. Dank je wel. Kom met de bloemen. Alsjeblieft. Ik ga een beetje naar de muziek. De eerste vrouw in ons gezelschap. De commissaris roept al, en de vorige commissaris en de commissaris daarvoor, van burgemeester, zorg nou eens een keertje voor dat jullie burgers stimuleren om mensen aan te dragen voor het krijgen van een koninklijke onderscheiding en zorg er daarbij vooral dat er ook vrouwen in het gezelschap zijn. Gelukkig dat er meer dan één dadelijk blijkt aanwezig zijn die vandaag ook onderscheiden worden. Geef aan de pas Schellekens. Ook een rasechte vrijwilliger. Stur, moet ik dan in dit geval nu zeggen. Hè? Sinds 1986 ben je actief. Dat is een geruime tijd, maar tijd is, als je vrijwillig bent en zijn werk doet, niet het belangrijkste. Het gaat om inzet, betrokkenheid en die twee dingen zitten bij jou wel goed. Je gaat voor de volle 100% en dat is. Blijkt vandaag niet onopgemerkt gebleven. Je zit hier in de raadzaal samen met je man Wim. Dat komt omdat ik een koninklijk besluit met nummer 12.00.23.38 heb gekregen. Daarin zijn al je verdiensten opgenomen. Van 1986 tot 2001 was je verkeersbrigadier en verantwoordelijk voor de brigadiersplanning en de werving van nieuwe brigadiers. Ook was je activiteitenondersteuner ten behoeve van de basisschool Sint Lambertus de Geemonde. Voorts heb je jarenlang de schoolbibliotheek bemenst en de kwaliteit van de boeken onderhouden. Van 2002 tot 2012 was je algemeen bestuurslid tot 2004 en secretaris vanaf 2004 van de katholieke vrouwenorganisatie KVO afdeling Mokstel. Een vereniging met ongeveer 275 leden. Je volgde cursussen om je taak goed uit te voeren. Je organiseerde mede activiteiten, bezocht zieken, ging naar uitvaarten en recepties namens het bestuur. Vorig jaar zat je 12 jaar in het bestuur en moest je je functie neerleggen. In de statuten van de vereniging is dat zo vastgelegd en dat vond je echt wel jammer. Maar er is meer te doen dan alleen de KBO, dat weet jij en dat doe je ook. Want vanaf 2007 tot heden ben je ook hulpverlener EHBO'er bij de EHBO-vereniging hier in Mokstel. Je behaalde je diploma en volgde nog cursussen. Je bent lid van de evenementencommissie met als voornaamste taak het verzorgen van de jaarlijkse collecte. Je bent altijd aanwezig als vrijwilligster bij evenementen in Mokstel. En dames en heren, vergis je niet, dat is een belangrijke karwei en vaak ook wordt het verplicht opgelegd bij evenementenvergunningen dat de EHBO'ers aanwezig zijn die ervoor zorgen dat als er iets is, die er verstand van hebben, ook snel bij zijn om ervoor te zorgen dat mensen weer beter gemaakt worden. Kortom, jij bent een duizendpoot. Een belangrijke spin in het web. Het is ook niet vreemd dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En natuurlijk heeft Wim je altijd ondersteund en bijgestaan. Hij is ook een man die graag dienstverlenend werkt.
En dat heeft zich laten blijken in al die jaren die hij bij ons in de gemeente werkt. Ik wil jullie graag hier voor mij om jullie samen, om jou te onderscheiden. En Wim, die ga ik deze keer de bloemen. Oh, kijk eens aan. Op jasje maar. Ja, doe maar. Ik krijg gewoon een vorm. Hè? Ja, ja, net. Is niet anders. Ah, hij is hardnekkig. Maar we doen het lukt zo. Zo is het. Ja. Proficiat. Dank je wel. Dank voor alles. Alles. Wim, ook bedankt. Dank je. Kom de bloemen. Alsjeblieft. Dank je. Dat is een beetje zo. Ja. Voor de muziek. José Poort. Al jaren heb ik zojuist gezegd, en ik herhaal dat nog maar eens, wordt door Hare Majesteit de Koningin erop aangedrongen om vrouwen voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. De laatste jaren gebeurt dat ook, zei het nog steeds, en dat zal ook vandaag blijken in minderheid. Maar de vrouwen die voorgedragen worden, hebben dan ook een staat van dienst. José Poort, jij bent daar een voorbeeld van. José, je bent al sinds 1975 actief voor de samenleving op het terrein van dierenwelzijn, natuurbeheer en heemkunde. Ik wil er graag verder op ingaan om ook iedereen die hier aanwezig is inhoudelijk op de hoogte te brengen van jouw verdiensten. Van 1975 tot heden was je medeoprichter en tot 1988 secretaris en tot op heden vrijwilliger bij de kinderboerderij in Bokstel. Het is ongetwijfeld zo dat wij daar in die beginperiode meer dan eens zijn tegengekomen. Momenteel houd je je voornamelijk bezig met de voortuin die hoofdzakelijk bestaat uit planten met dierennamen en het inrichten van exposities. Ook houd je de kwaliteit van de bomen op de kinderboerderij in de gaten. Je betrokkenheid met de kinderboerderij is groot. Het is jammer dat je man Frans dit niet meer kan meemaken. Ook hij heeft zich jaren ingezet voor de kinderboerderij als voorzitter penningmeester. Ook was hij actief in het jeugd- en welzijnswerk in de politiek. Onze gedachten gaan op zo'n moment als vandaag ook naar hem uit. Het is fijn dat hij dochter zou zijn. Van 1988 tot heden was hij bestuurslid van de werkgroep Natuur Landschapsbeheer Bokstel. En met oprichter, medeoprichter en coördinator van de knotsploegen. Van Bomencommissie en van de Sparrenrijkgroep. Je organiseert de jaarlijkse natuurwerkdag. Je bent het aanspreekpunt van de werkgroep. Met name jouw grote passie voor bomen komt een uitdrukking in jouw woorden. Bomen geven ademruimte en armslag. Je bent een groot voorstander voor het behoud van bomen. Je bent een deskundige op dat terrein en hebt al veel bomen in de gemeente gered. De Bomencommissie en de gemeente maken graag gebruik van jouw specialisme. En de manier waarop ik je reageert, begrijp ik dat je er nog onvoldoende gered hebt, naar jouw idee. Van 1994 tot 2008 was je medeoprichter en bestuurslid secretaris van de Groei en Bloei afdeling Bokstel. Je organiseerde onder meer mede lezingen, bezoeken aan tuinen in binnen- en buitenland, de kerstinloop, het geven van cursussen en het open tuinenweekend. 2001 tot heden was je actief lid van de heemkundekring Bokstel. Je fungeert als vraagbaak bij vele projecten. Ook het oude groen, historie en archeologie hebben jouw interesse. Je bent erg actief bij de zoekacties naar archeologische vondsten. Je doorzoekt de literatuur op zoek naar verhalen en achtergronden.
2005 tot 2007 was je wachter bij het bewaarde land. Om kinderen meer bekend te maken met de natuur is in 2005 het bewaarde land opgericht. Basisschoolkinderen van groep 5 worden uitgenodigd in het bos om 3 dagen de natuur te beleven. Je hebt dat met enkele jaren met grote inzet gedaan. Josette is een grote staat van dienst en het is ook geen wonder dat je voorgedragen bent voor een koninklijke onderscheiding. Ik wil jou dan ook graag de versiersen opspelden en ermee aangeven dat Hare Majesteit de koningin je heeft benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En je dochter Anke, die komt met jou mee, evenals even jouw klein, je kleindochter of één, dat weet ik niet. Fijn netje op Frans. Fijn netje op Frans. Ja. Je doet even samen als je mag, dan blijf ik een beetje hangen, want als ik het alleen doe, buiten ze doen, dan zou ik niet zitten. Ja, dat is de kop niet. Nee, dank je. Zij weet het goed, José, dat is jouw tijd. Fischer, ben je ook gefeliciteerd, hè? Wil jij het doen, man? Zo. Ga even de muziek luisteren. De heer van der Sloot, Toon van der Sloot. Op vrijdag 26 april ontvangt de heer Toon van der Sloot van Liemde, gemeente Bokstel, een koninklijke onderscheiding. Zo vangt het persbericht aan. Welkom Toon en Betsy. Hoe Betsy ervoor gezorgd heeft dat je nu hier bent, weet ik niet precies. Maar dat heeft zij vast goed geregeld. Betsy weet hoe het is om zo pardoes voor het voetlicht gezet te worden. Ze heeft het ook ondergaan een aantal jaren geleden. Ja, Toon, zo gaat dat dan. Het is voor mij een speciale eer om je verdiensten te benoemen die geleid hebben tot deze ontmoeting. In 1973 tot 1996 was je vicevoorzitter en penningmeester van het bestuur van de Lomschool in Bokstel. Je was tot 1987 verantwoordelijk voor de financiën van deze school. Later heb je veel werk verzet om opheffing en het opgaan in het regulier onderwijs in goede banen te leiden. Met name als contactpersoon in regionaal verband. Van 1976 tot 1991 was je actief lid van het KVP, medeoprichter en voorzitter van het CDA te Bokstel. Je was in die tijd ook 3 maal mede-formateur van de coalitiebesprekingen. En dat levert bijzondere herinneringen voor mij op. Omdat een van die coalitiebesprekingen toegeleid heeft dat het CDA er vooral voor gezorgd heeft dat ik hier wethouder werd als lid van de Partij van de Arbeid. En als de heer van Sloot toen niet zo had doorgezet, had ik hier nu niet gestaan. Vandaar die speciale eer, Toon. Je bent nu nog steeds actief in de politiek en ondersteunt ook je vrouw Betsy en je dochter Marianne, die beiden raadslid zijn. En zullen mensen zich afvragen, Marianne, raadslid in Den Bosch, in Den Bosch dus. Van 1987 tot heden penningmeester van de Rotary Club de Best. Je voert de ledenadministratie, je bent als penningmeester financieel verantwoordelijk voor de talloze projecten die de Rotary heeft. Ik noem het bijna thuishuis, initiatief en de schenking van een bus aan de voedselbank. Zo zijn er natuurlijk nog veel meer projecten op te noemen. In 2001 ontving je de hoge Rotary-onderscheiding genaamd Paul Harris Fellow. Van 1994 tot 2004 was je penningmeester van het College van Advies, het plaatselijk bestuur, van het Jacob Roelands Lyceum te Bokstel. Jouw grote kennis, inzet en betrokkenheid is van groot belang geweest voor het JRL. Van 2007 tot nu
Ben je lid van de ledenraad en lid van de agendacommissie van de ledenraad van de Rabobank Dommel en Aad en Sint-Michiels-Gestel. De ledenraad is een klankbord voor de directie. Een belangrijke schakel tussen de leden, het bestuur en de raad van commissarissen. Van 2011 tot heden financieel adviseur bij de stichting Nostradamus. De stichting heeft nog maar kort geleden een woning gebouwd waar 9 jong volwassenen onder begeleiding wonen. Je hebt daarvoor de financiële zaken verricht. De woning is kort geleden officieel geopend. Van 2012 tot heden ben je voorzitter van de Vincentiusvereniging Bokstel. En Jan van der Poel, de vorige voorzitter, mocht ik bij zijn afscheid een leertje uitreiken. Het is bijzonder dat ik bij jou redelijk aan het begin dat mag doen. De vereniging zet zich in voor mensen in nood. Met name voor de individuele mensen en daarnaast ook het starten en realiseren van projecten voor specifieke doelgroepen. Tony verricht sinds 1973 bestuurlijke en vrijwillige activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Je hebt je geruime tijd voor de samenleving ingespannen en je hebt anderen gestimuleerd. Het heeft Hare Majesteit de Koningin er ook behaagd om jou op basis van je totale activiteiten te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Graag wil ik je de versierselen opspelden voor je vrouw Betsy, die krijgt daarbij de bloemen. Mag ik je hier uitnodigen? Mag erbij. Ja, mag hè. Ja. Toon, proficiat. Dank je wel. Alsjeblieft. Laten we muziek luisteren. De laatste die ik mag decoreren. Toon Voets, vrijwilliger van het eerste uur. Maar ook, daarom haalden we mij hier van de gang af, medewerker bij de gemeente Bokstel. Onlangs ontmoette ik je nog op de Boeren met de Linden. Maar echt een geweldig feestje is dat daar. Dat moet ik zeggen. We hebben ons met een aantal mensen ontzettend verheugd. En een mooie herinnering aan overgehouden. En de boerenmet, voor degenen die er nog niet geweest zijn, volgend jaar gaan, hè. Alles liep op rolletjes. En het was voor jou als marktmeester tijd om te genieten van het resultaat van al die inspanningen. En inspanningen lever je op meerdere maatschappelijke terreinen die ik graag wil noemen. Van 90 tot 94 was je gemeenteraadslid voor het CDA afdeling Linden. Wat heel uniek is, dat je een tijd samen met je vader de gemeenteraad van Linden zat. Van 1992 tot heden penningmeester van het comité Boeren met Linden. En daarnaast draag je onder andere bij aan het organiseren van deelactiviteiten en fungeer je als marktmeester van de Boeren met. Ook een belangrijke taak van jou binnen het comité Boeren met is het stimuleren van vrijwilligers om deel te nemen aan dit evenement. En in Linden is het over het algemeen zo. Als je mensen moet stimuleren om deel te nemen, ach, ze doen het gewoon, hè. Van 1994 tot heden is je voorzitter van de Liemse Omnivereniging tot 2004 de Liemse Volleyclub. Toen je werd zeer betrokken bij deze vereniging, behalve het voorzitterschap ben je PR-man, bemiddelaar, je trekt sponsors aan, woont wedstrijden van de jeugd bij, vindt vrijwilligers bereid en zorgt voor jaarlijkse feestjes voor hen, want ook dat hoort erbij. Daarnaast was je intensief betrokken bij het Galm-project, een nieuwe vorm van sport voor 50-plussers. Dus zowel de jeugd als de ouderen
bedien jij met je vrijwilligersactiviteiten. Van 1996 tot heden actief lid van het CDA afdeling Boxtel-Liende. Je hebt onder andere gefungeerd als secretaris, redacteur van de CDA Knipselkrant en voorzitter van het campagneteam. Je speelt een rol binnen de kandidaatstellingscommissie. Van 2007 tot heden bestuurslid van de Stichting Restauratie Kerkenorgel. De stichting onderzoekt de mogelijkheden om geld en fondsen te werven voor een grondige restauratie van het monumentale Fransenorgel dat in het kerkgebouw in Liende staat. Daarnaast is deze decorant als lid van de evenementencommissie Liend zet de juiste toon. De commissie organiseert een dorpsactiviteit om de inwoners van Liende meer te betrekken bij hun kerk en hun kerkgebouw. Een voorbeeld en het toonbeeld van de Liendse gemeenschap die zo hecht is en ervoor zorgt dat die Liendse gemeenschap echt een gemeenschap is en blijft. Ja, tonen is een hele lijst. Daar gaat veel tijd in zitten. Je hebt zelfs je fulltime baan ingeruild voor een parttime baan. Om naast de zorg voor je tante nog meer tijd te kunnen besteden aan vrijwilligerswerk. Haar Majesteit heeft er ook besluit genomen om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Toon mag ik hier gaan vragen te gaan staan, maar samen met Marij, die je af en toe wel eens zult missen, maar bij wie je elke keer weer terugkomt. Niet op verwegend. Nee, dat is omgepleit. Ja, hij gaat. Ja, dan. Fischer, ja, verdient. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.